Ik ben heel gelukkig getrouwd geweest. Ja. Ik heb een hele mooie tijd gehad. Wat ik net ook zei, 3 prachtige kinderen. Ja, nee, dat heb ik gezien. Absoluut prachtige kinderen. En inmiddels zijn we prima on speaking terms. Wat ook helpt bij de opvoeding van de kinderen. Mooi. Moeten we op 0 iets zeggen of zeg je 0 niet of wel? 3, 2, 1, hoppakee. Maar dus niet 0? Nee, bij de hoppakee die niet uitgesproken wordt. Hoppakee wordt ook niet gezegd. Nee. Het is gewoon ingewikkeld. Hoppakee wel? Ja, nee, ja, maar jij wilt tot 0, dus krijg je 0. Oké, kom maar. 3, 2, 1, 0. Nee, dit was niet tegelijk. 3, 2, 1. Ik had geen 0 gezegd, maar goed. Ja, dit is... Ja, dit, klootzak. Dit is dus... Hier word ik nou ziek van, jasje uit, jasje uit. Ja, jasje uit. 3, 2, 1, 0. Ho, doe nou je jasje uit. Ja, hij zegt nog steeds 0. Ja. 3, 2, 1, 0. Ja! Ja! Ja. Dan moet jij je bek houden, jongen. Wat doe je nou? Alsjeblieft, zeg. Ja, zegt hij. Wat ben je nou, een simpel dier? Oh. 3, 2, 1. Hoppakee! Ja, 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 ja. Daar zijn we weer. De doorstart van Jan en Dennis van Energie. Ja, want dat ging de eerste keer nogal. Wat mis, Jan? Eigenlijk alles. Het zag er fantastisch uit, alleen er gebeurde heel weinig. Dus ja, we moesten opnieuw beginnen. En dat is gebeurd, want we hebben een fantastisch team samengesteld, kan ik wel zeggen, of niet? Ja, u ziet al een en ander op de achtergrond. En dan moet u niet net op die man met een brilletje. Ja, kijk. Want nu kunnen we het wel. Ja, want dat was nu gaat het wel gebeuren. Dat was eigenlijk een beetje het probleem. We hadden veel bla bla, maar er kwam niks van. Nou, we gingen in zee met hele lieve, leuke mensen. Alleen uiteindelijk zijn er geen panelen neergelegd. En dat konden ze niet. Ze konden een boel, het lukte maar niet. Geen paneel leggen. Dus we zijn voor jullie op zoek gegaan en dan nu zijn we bij de eerste klant. En we gaan even naar de eigenaar van het huis. Die staat daar. Ja, je ziet bijna het verschil tussen de panelen en die man ernaast. Goedemorgen. Dag Ronald, wat fijn. Meneer Ronald, Dennis. Hallo. Een beetje dichtbij, voordat je ook verstaan. De eerste klant van Jan Dennis Zonne-Energie hier in het prachtige Emmeloord. Nou, ja. Bent u aanrakerig, zeg. Dankjewel. Oké. Die ja, hij pak je echt heel wat probeert. Heb je daar moeite mee? Jij begon daarmee. Ik denk van, nee, zo zit het in elkaar. Of voelt u tussen ons een lichte... Nou ja, nee, eigenlijk niet. Okay. Ik heb meer met Jan, denk ik, als ik naar ons kijk. Ja, zeker. Ik denk dat we ook wel bij elkaar passen. Als we willen. Maar ik zou willen horen, maar één patroon. Oh ja, nee, ja. Afwerp. Voordat we hier licht in rood begint te worden, we komen hier toch voor de zonnepanelen, zou ik zeggen. Meneer Ronald, waarom hebben ze nu gekozen voor Jan en Dennis Zonne-Energie? Nou ja, jullie adverteren ermee. Jullie zeiden van iedereen in Nederland werkt hard. En wil je geld besparen, ga naar Jan en Dennis Zonne-Energie. Ja, precies. Dat is een mooie reden. En natuurlijk is het klimaat ook hartstikke leuk. Tenminste, als je erin gelooft. Vinden we ook belangrijk. Ja, heel belangrijk. Maar ik zal je wel wat vertellen. Het beste klimaat is toch een goed gevulde portemonnee, zou ik zeggen. Toch? Is dat de reden waarom u panelen wil? Nou, ook. Maar ik vind sustainability ook belangrijk. En ik vind het klimaat ook belangrijk. Sustainability? Geen moeilijke woorden gebruiken als Dennis erbij is. Maar... hoe kwam u nou bij ons? U kijkt naar het programma. Ik kijk naar Rollenpraat. En dat doet u omdat u vooral erg fan bent van mij. Jan, ja, inderdaad. Ja. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik denk dat er heel veel mensen naar Rollenpraat kijken. Ondanks jou. Nee. Is het niet? Nee. Ja, qua leeftijd vind ik Jan gewoon beter passen. Ah, dat is toch weer op dat... Ja, en jij trekt er waarschijnlijk het jongere publiek. Want u bent ook nog vrijgezel. Ik ben vrijgezel, dat klopt, ja. Kun je misschien een oproepje doen, of niet? Heb je zin in een ontzettende duurzame en klimaatvriendelijke man uit Emmeloord... die af en toe best houdt van een hapje eten... niet echt de hele zondag aan het sporten is... Bel Ronald. Ja, neem contact op met Jan. Liefde in de comments. Ja, en dan zorg ik dat het doorgestuurd wordt. Bent u dan op zoek naar mannen of vrouwen? Vrouwen. Maar stel en op zoek is ook zo'n groot woord. Ik bedoel, ik geloof meer in dat je mensen tegenkomt. Ja, maar dat is volgens nog niet gelukt, maar je bent alleen. Dat klopt, ja. Ja, dus... Dank je. Pijnlijke constatering. Ja, precies. Dus nou helpen we jou een beetje. Goed, toch. Dank je wel. Nou, hartstikke leuk. Als je wil nog meer homo-erotische dingen zeggen... Want we zitten nu na 5 minuten op 2. Wil je maar je toch niks homo-erotisch aan? Ja, maar eerst raak me niet zo aan en dan mannen of vrouwen. Ja, maar je merkt dat hij een bepaald gemis heeft, omdat hij heel pakkerig is. Dat heb ik ook gehad toen ik een tijdje alleen was.
Was hebt u ook een verloving? Is dat het? Ja, ik heb net een verloving achter de rug. Geen idee. Bent u ook ooit verloofd geweest? Getrouwd zelfs. Oh, ja, 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 en ja, gescheiden? En gescheiden en drie geweldige kinderen overgehouden. Oh, nou, alimentatie? Moet, ja, daar moet je maar wat aan. Ja, dat is allemaal goed geregeld. Vandaar dat je nu moet bezuinigen op de energiekosten. Ook voor alle mensen die gescheiden zijn en op een gegeven moment denken, we blijven poenen. Oh ja, bij dat ex-wijf. Jan en Dennis Zonne-Energie. Moet u nog wat zeggen tegen uw ex-vrouw? Ik ben prima, dankjewel. Oh. Wil je het zeggen tegen je ex-vrouw? Ja. Op camera. Dat was leuk geweest als u nog heel boos was. Nee. We hebben prima contacten. Dat wil ik graag zo houden. Ja. Nou, kan ik iedereen aanraden. Wij tegenwoordig ook. Het 6 jaar vechtscheiding, maar na enkele therapiesessies gaat het weer helemaal top. We komen bijna weer als gezin bij elkaar. Echt? Voor geen goud. Jan. Dat is even goede vrienden. Ik vind je topgast. Je doet het gaaf. Maar u viel op vrouwen, toch? Ja, dat klopt. Ja, Nu bent u toch weer... Aan het zoeken, bedoel je? Ja, een beetje aan het vissen, aan het prikken. Ik word er ongemakkelijk van. Oké. Okay. Ja, ik heb ook een vriendin, hè? Ja, dat weet ik. Tenminste, dat zeg je op tv. Ja. Zoals je pappers gedaan? Ja. Wat? Het lijkt mij verstandig dat wij niet allebei het dak op gaan. Op dezelfde ladder. Want we zijn goed verzekerd bij Jan en Dennis Zonne-Energie. Maar het kan te gek, zeggen we allemaal. Ons een kopje koffie zetten, meneer Ronald. Ik ga dat doen. Succes, mannen. Ja, maar je zei net dat die koffie van hem heel vies was. Dat is wel echt zo, hoor. Gosh, die dingen. Het is verschrikkelijk. Komt iemand zonnebril en worden we thuis uitgenodigd. Je zegt dat de koffie niet te zuiver is en dat het flikker is. Ja. Absoluut de wereldopvoeding. Dat moeten we doen. Oh. Altijd, dat is jammer dat het niet meer kan. Maar je moet altijd voor de dames die kijken, de knopjes los. Goed. Dit is het dak, ons eerste dak. En waarom zitten er van die gaten in? Ontbreken wat dakpannen? Van armoede hier, of niet? Nee. Ja, dat klopt toch niet? Dat is om de... Ik denk om de draden te... Weet ik veel. Nee, zo klimmen ze erop. Nee, dat weet je niet. Ja, en hier trekken ze de draden. Heb jij die dakpannen eruit gehaald? Nee, heb ik eruit gehaald. Oh, dat hoort zo. Kijk, want dat is onze vakkundige zonnepaneel leggen. Wat is jouw naam? Jeroen. Oh, wat ga je doen? Oh, we doen het aan. Maar Jan, we hebben eigenlijk een slogan nodig. Wat? Nou, een slogan. We hebben nog niet echt een slogan. Kijk, ik had ooit gezegd, zwarte panelen geplaatst door... Ja, maar... Dat mocht niet meer. Dat gaat niet meer. Nee. Maar ja, vooralsnog klopt het wel. Ja. Nee, laten we dat niet doen. Een all-white zonnepanelenbedrijf. top reclame. Ja. Juist nu. Een slogan. Ik zou zeggen, alles goed. Alles goed. En dat nu het moment der moment daar ons eerste paneel. Het allereerste zonnepaneeltje van Jan en Dennis Zonne-Energie gaat nu op het dak richting Jeroen. En wij gaan hem brengen. En ik hoop dat het zonder vallen gaat. Maar dit zijn best mooie panelen. Want als je daar kijkt, weet niet of de cameraman die kan zien. Ja, die zijn lelijk. Dat zijn ontzettend lelijke panelen. Oh, maar die daar ook. Die zijn ook heel groezelig. Ja, die en die daarnaast. En die daarnaast ook. Alle hele lelijke panelen. Van die witte strepen erdoor. Kijk, en wij hebben echt gitzwarte panelen. Prachtige mooie panelen. Niet van die troep. Niet van die lelijke benen. Maar echte paneeltjes van Jan en Dennis van de Energie. Kom Dennis, laten we hem op het dak gaan leggen. Wacht even. Gaat ie? Ja, ik balanceer nu op de rug. Als jij hem vasthoudt... Je hebt hem helemaal niet vast, dat ding. Nee, dan zo gaat het goed. Oh, jezus, dit gaat toch niet zo? Doen jullie het ook zo? Ja. Yep. Zet hem op de rails. Zet hem op de rails. Ja. Hé? Hey. Ja, nou zakken. Ja, zakken. Zakken dan. Zakken. Ja, zakken. Ja, zakken. Ja, op de rails. Iets daarvoor. Dat hij even kan steunen, zeg maar. Oh, zeg maar dan. Dat hij even rustig. Even positie innemen. Ja. Oké, Dennis. Godverdomme! Oh, dat was... Wat doe je nou? Ik heb het toch nog nooit gedaan. Ik heb
Oh, man! Jezus. Keurig. Super, man. Wil je nog iets zeggen? Heb je nog een slogan? Ik? Ja. Dat mag niet meer. Nee, geen racistische slogan. Homofob? Ook niet. Antisemitisch? Nee. Nee, dan houdt het op. Ja, maar tussen al dat harde werken door koffie. Koffie, ja. En koffie staat natuurlijk niet op zichzelf. Heb jij ook wat lekkers? Wat wil je erbij hebben? Hou maar wat op. Ja? Ja. Loop ik even naar de winkel. Ja, naar de winkel? Je hebt niks in huis? Sorry, nee. Ik moet echt heel erg oppassen met de... Kilo's. Al die shit er maar uit, maar... Ik kan wel even wat halen. Weet je wat? Nou, ben je gek, man. Je moet oppassen met... Het is echt gewoon... Het is 100 meter. Nee. Ben je ook op dieet? Ik ben ook op dieet. Ik ben ook op dieet. We zijn alle drie op dieet, hoor. Ik ben echt gewoon een stuk minder suiker aan het eten. Ja? Voor de dieet? Ja. Oh, ja. Dat komt niet goed. Maar dan vindt u het misschien vervelend over een jaar om dit shot zo te zien. Zo. Dat kleert enorm gek. Nee, maar we hebben in Jan en Dennis Zonne-Energie niet alleen van het harde werk. Tussendoor zijn we ook van de gesprekjes. Ronald, vertel eens over de scheiding. Wat kan ik dan? Wat wil je weten? Mag je er mis? Mag ik er helemaal vrij in zijn? Ja. Heb jij eens een scheiding meegemaakt? Een soort van. Ik was ooit verloofd met een meisje. Daar ben je bij geweest bij die verloving. Ja, dat was verschrikkelijk om te zien. Ja, ze had een ring voor mij. En voor het huwelijk kwam er al een eind aan. Ja, en dat was misschien ook, want... Maar goed ook, want voor de wet mochten jullie nog niet trouwen, gezien haar leeftijd. Ja, nou ja. Je hoort het al, heel vervelend verloren. Wat rot voor je. Ja. En nu jij. En nu ik. Ik ben heel gelukkig getrouwd geweest. Ja. Ik heb een hele mooie tijd gehad. Wat ik net ook zei, 3 prachtige kinderen. Ja, nee, dat heb ik gezien. Absoluut prachtige kinderen. En inmiddels zijn we prima on speaking terms. Wat ook helpt bij de opvoeding van de kinderen. Mooi. Ja. We gaan het over, joh. Ja. Dit is verschrikkelijk. We moeten zonnepanelen verkopen. Ja. Zit die arme man... Therapie-sessie te houden. Man is zwaar. Maar het is me nu 2 keer gelukt om te deflecten. Nou is het gewoon klaar. Ja, ik vind het wel knap dat je gewoon 2 keer volhoudt om te zeggen dat het fantastisch gaat. Ja. Nou, inmiddels, hè? Inmiddels. Dan komt er toch wat los. Inmiddels gaat het gewoon prima. Maar wat ging er mis? Veel. Dat is toch gezellig? Ja, ultiem. Ja. Leuk dat je er bent. Ik kan wel beter bieden hebben. Denk je dat wel? Ja, lekker. Ja. Maar nu niet meer? Weinig, ja. Maar Dennis, wat wil je nou weten? Van jou? Ja, wat zou je nou echt van jou willen weten? Kom maar. Je bent er nu toch. Maak gebruik van me. De ideale vrouw, schrijft hij eens. Oef, de ideale vrouw. Dat is een hele goeie. Lief, loyaal, te vertrouwen. Ja, die bestaan niet. Dat is jammer. Als ik jou was, zou ik gewoon een hond nemen. Ik heb een kat. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dat zijn erg nog wel vrouwen. Oh, ongelooflijk. Als de buren iets beter eten komen, zijn ze weg. Het is net een wijf. Ja, is wel zo. Wij hadden vroeger van die glassplinters in de tuin, mijn vader. Tegen katten? Ja, zo'n ekel aan katten. Dat vind ik zo zielig. Ja, precies. Ik heb een keer een vriend van mij, die had 8 katten thuis. Nou, die heeft 3 weken niet gewerkt lopen hel, omdat zijn kat was doorgeschoten met een luchtbus. Maar... Wat is zijn kat? Sorry, jongen. Stom kwam al uit zijn oren. Want die vorige vrouw voldeed niet aan de profielschets die je nu opnoemt. Jawel, joh. Wel? Jawel. Dat ging heel lang heel goed. Tot ze... Dat is niet leuk. Mijn moeder ging ook vreemd. Ze zijn toen ook gescheiden. Maar mijn vader heeft haar wel te hard aangepakt toen. Kijk,
Kent u dat verhaal dat mijn vader mijn moeder van het toilet had getrokken? Nee, zeg maar. Ach, jeetje, vertel. Als je over zijn moeder begint, ben ik weg, hoor. Echt? Ja. Ja, nou ja, goed, dat was op een vrijdagochtend, 6 uur 's ochtends. Ik lag in bed. Allemaal geschreeuw en gedacht, dus dat mijn vader mijn moeder van het toilet getrokken was. Dat was vreemd gegaan met een andere man. Ja, direct gescheiden. Moeder nooit meer gesproken. Jij hebt je moeder nooit meer gesproken? Nee, hij ook niet meer. Wauw. Ja, nou dan valt jouw scheiding mee, toch? 100%. Ja, nee, precies. Onze diepgaande gesprek en lekkere bakjes koffie is het weer tijd voor hard werken. Jan, vertel eens wat we daar hebben. Hier hebben we een omvormer. Ik weet niet wat hij doet. Kom even bij. Kom even werken. Solar Edge. Solar Edge, ja, yes. Dat is een beetje de Mercedes onder de... Exact. Ja, dit zijn maar parels. Wat doet een omvormer? Die vormt de stroom om. / spanning. Er komt gelijkspanning van het dak. Ja. En dat is soms te hoog en soms te laag. Ja. Dus dat is niet bruikbaar in het huis. Wat was dat? Iemand heeft de deur op. Is dat niet jouw ex-vrouw die je geld op komt halen? Jezus Christus. Ga door. Maar de gelijkspanning komt hier naar de omvormer. En de omvormer die vormt het om tot wisselspanning. En dan gaat het de meterkast in. En dan is het weer bruikbaar voor Ronald. Dus het zonnetje komt op de zonnepanelen. Ja. Die sturen het stroom naar de omvormer. Ja. Die maakt er gelijkwaardige stroom bruikbare, van. Bruikbare stroom. Ja. En dat gaat via hier. Zo, ja. Hop, naar de meterkast. Ja. En dan... Kan ik weer koken. Kan ik weer koken. Kook je op elektriciteit? Ik kook op elektriciteit. Ik heb geen zonnepanelen. Hoppatee. En vroeger was Ronald kok. Zo heeft hij ook gerakt. Ja, en zijn favoriete specialiteit was rabarber met glühwein. Lekker! Rabarber met glühwein? Ja, lekker man. Je hebt gelijk. Ja. Mooi! We komen veel van je te weten, Ronald. Ja, Ronald, heb jij nog een vraag? Kan ik deze ook aansluiten op het internet en dan op mijn mobiele telefoon zien wat er gebeurt? Uiteraard. We hebben hier gekozen voor een bekabeld netwerk. Dat zorgt er dus voor dat je ten alle tijde, tenminste als je goede wifi hebt, maakt dat ook niet uit. Maar bekabeld is altijd het beste. En dan kun je op de app, op de telefoon, ieder moment zien hoeveel stroom erop wordt gewekt. Per paneel zelfs. Nou, geweldig. Ja. Ik ben voor. Ja. Verdomme! Dag allemaal bij Jan en Dennis Zonne-Energie. Ronald, kijk nou eens naar. Ja, prachtig. Ja, vertel eens wat er door je heen gaat. Emotie. Mooi. Ja. Ja. En vooral besparing in de portemonnee. In de doekjes. Ja. Oh, street. Zo. Ja. Heftig. Street. Nou, het ligt erop. Tevreden over Jan en Dennis Zonne-Energie. Ja, helemaal. 100%. En lekker snel ging het ook. Fantastische medewerkers. En wat kunnen we ervan zeggen? Lekker besparen met die allemaal, toch? Het zou wel fijn zijn als hij dat zegt in plaats van jij. Ja, maar anders doet hij dat misschien niet. Nee. Nou, zou jij dat kunnen zeggen? Ja, wat kun je ervan zeggen? Nou. Het lag er lekker snel op. Ja. Beginnen met besparen die allemaal. Ja, mooi gezegd. Ja. Nou, laat ik bedankt en gefeliciteerd met je mooie nieuwe dak. Dankjewel, man. Doeg. Dennis, ja, dankjewel. Nederlands kijkers, zou jij Nederlands een advies willen meegeven? Koop zonnepanelen bij Jan en Dennis Zonne-Energie. Ja? Ik ben wel echt close, man. Ja, dat vind je lekker, hè? Zo. Kom. Hij is echt gek. Kom maar. Ja, is niet goed. Ja, is echt niet goed. Het is echt zo officieel niet goed. Oké, goed. Nou, kom maar. Koop zonne-energie. Nee. Kom op. Ik weet dat je nu seksueel aangetrokken bent, maar heel even scherp. Ik koop zonnepanelen. Bij Jan en Dennis. Of airco's bij Jan en Dennis Zonne-Energie. Komt-ie. Koop zonnepanelen of airco's bij Jan en Dennis Zonne-Energie. Mooi. Spontaan ook. Ja, goed gedaan. Spontaan. Ja. Zo, dan gaan we nu met z'n tweeën even de trap op, hè? Oh, nee.